It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En net nadat ik de video van maandag op heb genomen, die jullie maandag hebben gezien, heb ik dit wapen gekregen, de KF5 Breakneck. En die gaan we ook even uitproberen op dit moment. Dus, als je deze video natuurlijk leuk vindt, laat dan je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Zo, de dingen hebben Rapid Fire erop al. Mijn perks zijn Advanced Rifling, Voorgrip en Laser. Poh, maar dit ding heeft ingebouwde dingen. Hij heeft 3 fire rate erbij. Oh shit, man. Maar hier kunnen we misschien nog wel wat mee doen. Wat een wapen is dit, zeg. Ik open... Oh, thanks fire rate. Ik open dat pakketje net. Althans, voor mij is het net. Voor jullie is 2 dagen geleden. En dan krijg ik deze bad boy eruit. Zitten er allebei bovenop. Dus even hier het klitje en nog. Hem pakken. Van deze of hier heinde. Nee, ik weet niet waar ze zitten. Hier dus. Hij is al dood. Teammate spannen hier ook. Oké, mooi zo. Dit wapen is best nog wel chill. Die auto gaat daar ontploffen. Ik wil even mijn UAV halen. Moet ik nog een assistje voor hebben. Ik heb hem gewoon geraakt. Nee, nee, nee. Oh my god. Ik heb hem spot daar verraden. Als ik daar niet had geschoten... Oh, jammer. Zo, dit ding is echt fucking beest. Holy fucking moly. Dat kan ik erop zeggen. Oh, fuck off, mate. Oh my god. Vraag me af wat hij nou bij zichzelf denkt. En hij ook. Oh, en dan word ik door een AX gekild. Woe, let's fucking go, boys. In onze rug zit er ook een, maar ik weet niet precies waar. Daar dus. Als je gewoon een beetje triggert. Kan je deze mensen zo snel hebben, kut. Maar nog niet als ze in je zijkant komen en je dat niet door hebt. Maar holy shit, hoe staan we al? 11-3, what the fuck, ouwe. Dit wapen is echt niet normaal, chill. Hij heeft ook best weinig recoil, moet je vertellen hoor. Dat komt misschien omdat ik nu een voorgrip erop heb gezet. Oh shit, ik lag proonblokt. Ik denk dat het komt omdat ik er een voorgrip op heb gezet. Maar ik zou het ook gewoon doen. Tim heeft dit wapen ook al heel lang. En die gebruikte hem ook best wel lang. En nu begrijp ik waarom Tim dit wapen zo chill vindt. Huppakee, hipfire kan die ook gewoon. Is ook wat chill. We hebben nu UAV inbound. Dat is ook heel erg chill. Oh, en als deze kill had, was het ook heel chill. Maar dat was niet de planning voor vandaag. Maar dat maakt niet uit. Jou zag ik. Jij zag mij niet. Oh, jij zag me ook niet. Ik heb met die auto. Fuck. Ik gebruik hiervoor altijd zo'n professional K5. Ik weet, Guinin heet die geloof ik. Dat is dan met een, die ziet er al rood uit, laat me zeggen. Oh, heb ik hem? Nee. Dit was mijn eigen schuld. Ik was zo fucking blind. Voor mij hangt mijn webcam er vast. Ik weet niet zeker hoor. Ik hoop dat hij niet heeft vastgelopen, maar... Ik keek naar mijn webcam en ik zag dat hij vastliep. I don't know. Dat zien we daar wel als hij klaar is. Ik hoop het in ieder geval niet. Dan ben ik de lul. Oh, ik ga je echt vaker mee opnemen. Zonder dolle. Het wapen is ziek chill, boys. Oh.
Wat is hij? Hij is al dood. Thanks teammates. Om mijn sponsor achter me. Ja, dat doen ze. Ik heb 100 kills met de K5. Oh ja, ik heb echt ziek veel gun game gespeeld deze prestige. Oh ja, dat moet ik ook nog een keer gaan doen. Gun game. Dat ga ik ook weer een keer spelen, jongens. Hij is gewoon AFK. Jongens, we zijn aan het beesten, echt waar. Ah, kut, ik word door zo'n granaatding gekild. Kom op, nog 30 kills. Oh, ik heb al 21 kills, dus. Voor een submachine gun vind ik dat aardig chill op deze best wel grote map. Althans, grote map. Zo groot is die ook weer niet, maar hij is ook weer niet klein. Zit hier binnen. Ja. Teammate heeft hem al. Span nu weer aan die kant. Kijk maar, ik zag ze al lopen. Huppakee, dit ding heeft ook nog best wel veel range hoor. Echt, zo even zonder dolle. Ik weet niet, ik ga hier nou ook even met dit wapen spelen zonder met Silencer om te kijken hoe die speelt. Want ik ben best wel... Ik wist het. Ik wist dat die auto ging ontploffen. Ik wist het gewoon. Ah. Ik zag het niet door die plant. Oké, kom op boys. Nog 8, 9 kills. Dan is het klaar. Jammer, Jotto, mijn teammate. Hier, kriebel aan mijn neus. Lekker. Nog 5 kills. Iemand achter je. Ah, shit. Hij was al dood. Daar is... En dan hebben we de final ook nog. Kaboom. Wat is ijscore? Kunnen we niet zien. Moeten we even wachten tot de killcam eraan komt. 27-11 is ijscore. Dit is echt gewoon een freaking chill wapen. Dus als je deze hebt, gebruik hem dan, zou ik zeggen. En als dit op comeback was, dan kan je makkelijk gewoon 50 plus 10 damage erop. Maar... De video zit er alweer op, dus mocht je genoten van deze video, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Zodat we weer de 40 likes kunnen halen. Helpt mij natuurlijk enorm. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.